Bas Stevens, een tijdperk is afgesloten. Ja, ik zei het net tegen de jongens. En, natuurlijk hebben we de nederlaag laten zakken. En nou ja, de jongens toegesproken. Ik heb gewoon een fantastische tijd gehad met de jongens. En op voetbalgebied, maar ook als persoon. Hele goede band. En binnen de club. En dan is het het laatste moment. En, ja, dan moet je even goed staan en verslikken. En dan op het laatst komt er een klein beetje de emotie. Niet dat het doorslaat, maar ja, je weet dan dat het klaar is. En dus je geeft alle jongens toch even een knuffel. En ja, je sluit het af. En... Hoe kijk je nu terug op die periode? Ja, mooie periode. Ik denk dat we in die 7 jaar ja, dat RKV ja, toch wel op voetbalgebied een stap vooruit heeft gemaakt. En met name ook met tastbare prijzen. 2 kampioenschappen. De KNVB-beker voor het eerst meegedaan aan de proftoernooi. Voor het eerst in de historie gingen we de hoofdklasse in. Dat was ook nog nooit gebeurd. Dus ook historische momenten. Ja, jonge jongens die nu ook in 1 spelen. We zitten op hoofdklasseniveau, het niveau waar de club hoort. Dus ja, ik denk ook binnen Den Haag dat iedereen met de entourage, wat veel mensen doen bij RKV, de beleving rondom wedstrijden en binnen de club. Ja, dat het wel een, op dat gebied gewoon een goede en een toonaangevende club is, ook op andere vlakken. Wat was voor jou persoonlijk het hoogtepunt? Ja, goed, in 7 jaar. Wat is persoonlijk het hoogtepunt? Kijk, kampioenschappen zijn mooi, KNVB-beker is mooi. Ik vond misschien, als je puur inhoudelijk kijkt, en dan bedoel ik inhoudelijk, hè, na een degradatie, dat zegt iets over de club. Dat het bestuur achter je blijft staan. En achter de staf blijft staan, achter de geloof houdt in de visie en waar we mee bezig zijn. Omdat er ook heel veel mooie dingen zijn gebeurd. En dat we dan na dat jaar gelijk weer kampioen worden en de beker pakken. En dat was denk ik ook wel een heel groot compliment voor het beleid van RKV en voor het bestuur wat op dat moment zat. En het geloof wat ze hadden. En dat betaalde zich heel goed uit. Dat was wel een heel apart moment. Buiten natuurlijk de prijzen die je wint, wat gewoon mooi was. Even toch naar de organisatie. Op een gegeven moment gingen jullie als RKV zijnde in de winterstop naar een trainingskamp in het buitenland. Dat was ook iets nieuws voor de vereniging. Dat is... Zoals ik het interpreteer, toch ook een hoogtepunt in de organisatie? Ja, dat zijn hoogtepunten in de organisatie. Dat gingen ze eigenlijk al. Want ze gingen al, voordat ik kwam, gingen ze al jaren naar Tenerife. Dus we zijn in Turkije geweest, Portugal, Tenerife. We waren volgens mij een van de eerste clubs die zo'n beetje naar het buitenland gingen. Altijd Tenerife was volgens mij onder Jos van Helm nog. Met de oude, inmiddels overleden voorzitter Chris Schouten. En dus ja, nogmaals, ik denk dat de club organisatorisch gewoon er goed voor staat. Er staat een goede organisatie rondom de staf, invulling van de functies. Ik denk ja, redelijk topklasse waardig hoe er gewerkt wordt. En nou ja, goed, dat is voor mij als trainer was dat een prachtig werkklimaat. Ik heb me fantastisch door kunnen ontwikkelen. De club heeft me ooit de kans gegeven in de A1 om trainer te worden. 2 jaar tweede gedaan. Toen kreeg ik als hoofdtrainer de kans bij GDA. En heel snel na 2 jaar haalde RKV me terug. En heb ik 7 jaar als hoofdtrainer hier. Dus ik heb ja, als trainer heel veel te danken in mijn ontwikkeling als trainer. Maar ook als persoon, als mens, met de mensen om me heen. En nou goed, die periode sluit ik nu af. Maar de club zit in mijn hart en heeft voor mij heel veel betekend. En ik, ja, ik denk dat het ook wel wat voor de club heeft betekend. En nou goed, ik denk dat wij elkaar wel weer tegenkomen. In deze jaargang stranden jullie in de halve finale van de Haaglander Voetbalcup tegen HBS. 3-0 nederlaag. Hoe kijk je terug op die wedstrijd? Ja, ik denk wel terecht een nederlaag. Ik denk dat de eerste helft de HBS gewoon beter was. Ze maken er wel een hele mooie goal, 1-0. Ze voetbalden wat makkelijker, ook niet dat ze een wijze kans kregen. Maar goed, dat was een goed moment en vandaar het hadden we het moeilijk. Het kregen we iets meer moeite op de flanken waar ze doorkwamen. En nou ja, dan valt de 2-0 na een half uur. Ja, en ik moet zeggen, vooraf wist ik al, als we iets moeten goed maken, dan we hebben het de laatste week wat moeilijk. De groep wordt wat kleiner, wat smaller. Een aantal jongens zitten niet meer echt in de beste vorm. Die toch het verschil kunnen maken voor ons. En dan wordt het knokken en dat doen we en dat hebben we gedaan. Tweede helft hebben we toch geprobeerd de druk vooruit op te voeren. Ik denk dat we tweede helft wat dat betreft misschien daarin wel optisch iets bovenliggend waren. Alleen ja, echt tot grote kansen heeft het niet geleid. En ja... Waardoor de wedstrijd redelijk neutraal bleef. Zij ook niet echt grote kans. En ja, vlak voor tijd maken ze de 3-0. En ik denk dat HBS terecht de finalist is. Vorig jaar kwamen jullie HBS ook tegen in de districtsfinale. Destijds op Sportpark Polaan in Monster. Toen wonnen jullie met 4-1. Wat vond je het grote verschil tussen dit HBS van vanavond en het HBS van vorig seizoen?
Ja, dat was een hele andere situatie waar ze in zaten. Ze hadden veel meer dingen aan de hoofd en je ziet nu dat ze daarin vrij zijn. Maar ik kijk dan meer naar mijn eigen ploeg. Het verschil vond ik van mezelf dat wij op dat moment helemaal vrij speelden. En je ziet bij ons gewoon toch dat we een beetje op onze laatste benen zijn. Nogmaals, we werken er keihard voor, maar we maken verkeerde keuzes. De bepalende jongens zijn niet echt in de beste vorm. Waardoor momenten gewoon aan onze neus voorbij gaan die we in dit soort wedstrijden aan moeten pakken. Ja, en dan wordt het moeilijk om een vuist te maken en dan wordt het ook een beetje werken, tegenhouden en dan wordt het lastig, want HBS is natuurlijk niet voor niks een ploeg in de topklasse, dus met kwaliteiten. En dan wordt het moeilijk om zo'n wedstrijd alsnog naar je toe te trekken of in ieder geval gelijk te maken of eventueel zelfs te winnen. Om het af te ronden, dat brengt nu een nieuwe periode voor je aan. Je gaat naar Vormsport, een zaterdag eerste klasse, ook een hele grote vereniging met heel veel jeugd. Wat verwacht je daarvan? Nou ja, ik hoop dat ik de club weer een stap verder kan brengen als waar ze nu zijn. Ze zijn een stabiele eerste klasse de laatste 3-4 jaar. En ik hoop dat we de jongens en ons team verder kunnen ontwikkelen. Dat we binnen de club dingen verder kunnen ontwikkelen op het gebied van de organisatie. Randvoorwaarden op een bepaalde manier verbeteren. En alles hand in hand. Ja, hopelijk ook dat we daarmee op de ranglijst misschien wat makkelijker gaan spelen. We moeten geen grootse dingen gaan verwachten. In de vorm van dat je zomaar even kampioen wordt of zo, want dat is de zaterdag eerste klas met een paar grote clubs, is heel lastig. Maar dat we misschien wat makkelijker op de ranglijst meedraaien en wat sneller wegblijven bij de onderste. En misschien kan je dan iets van een vorm van na-competitie, dat je daar een beetje tegenaan kan tikken. Maar dat is allemaal ver weg. De eerste dingen die ik benoemde, ik denk dat dat het belangrijkste is.